Hans Kesting werd onlangs benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een zeldzame eer. En hij ontvangt deze onderscheiding omdat Hans als acteur zowel nationaal als internationaal furoren maakt en daarmee van groot belang is voor de Nederlandse cultuur. En dat blijkt ook uit hoe toonaangevende buitenlandse kranten over Hans schrijven. Hans, ik ga er even een paar opnoemen. Le Monde noemt Kesting een van de grootste Europese acteurs van nu. The Guardian. Volgens The Guardian zette Hans in Romeinse tragedies een verbluffende performance neer. Ik heb er nog één. The New York Times zegt over Hans in Kings of War een duizelingwekkend originele vertoning. Ja, die vertolking, sorry. Ja, en om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding moet je voorgedragen worden door 5 mensen. En wij vroegen hen waarom ze Hans voordroegen. Hans Kesting is een van de beste acteurs die wij in Nederland kennen. Als Hans opkomt, dan gebeurt er iets. Er is altijd spanning. Hij is een van die acteurs die je echt kan doen geloven dat hij alles op datzelfde moment bedenkt. Ik denk dat het grote talent van Hans Kesting schuilt in met ogenschijnlijk kleine nuances grote dilemma's waar eigenlijk iedereen in zijn leven mee te maken krijgt te verbeelden. Ik vind het ongelooflijk spannend om hem te zien spelen. Hij daagt niet alleen de spelers uit, maar ook zijn publiek. En dat vind ik al wat fantastisch om naar te kijken. Als je in een recensie in de New York Times de hemel in wordt geprezen, ja, dan ben je echt wel iemand. Hans? Naast zijn zeer veel eisende baan zet hij zich onvermoeibaar in voor maatschappelijke projecten en jeugdeducatie. Ik ben ervan overtuigd dat Hans de geschiedenis zal ingaan als een van de grote acteurs van deze tijd. Zo, ja. Word je er al ongemakkelijk van? Ja, nou. Tenminste verlegen, ja. Verlegen? Ja. Ja. Dat is wel mooi om te horen, denk ik. Ja, absoluut, ja. Het is ontroerend ook wel, ja. 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 Had je niet verwacht, geloof ik. Nee, dit wist ik niet. Nee. Nee. We gaan het over jou hebben. Heel kort een overzicht van jouw carrière. Dat is natuurlijk onmogelijk om samen te vatten in een filmpje. Maar we hebben toch een soort van totaal onvolledig overzicht gemaakt. We gaan even kijken. Ja, gaan we zien. Hallo. Is die voor jou? Ja. Venus? Ben jij met Maatje uit geweest? Als u nog iets warms wilt, dan kan ik proberen de kok over te halen om nog iets klaar te maken voor u. Nee, dank je. Good evening. Good evening. Aren't you a bit cold over there? Ben ik hier bij gevonden voorwerpen? Dat is alles nog niet zo gemakkelijk te vinden, meneer. Dag allemaal. Maar hier sta ik. Speelbal der winden. En mijn vijanden gnuiven over mijn pijn. Heere God. Wat een waardeloze manier om de pijp uit te gaan. Ik ben hier om te vertellen wat ik weet. Zij die doden zijn mensen, zij die gedood worden ook. U kunt nooit zeggen ik zal niet doden. Wie hebben bij de koning geklaagd dat ik fout ben en ze liefdeloos behandeld? Het lichaam van de staat is ziek. Ze hebben ons water vergiftigd en feitelijk zijn wij gewend geraakt aan de smaak. Vaarwel serene geest. Vaarwel voldaanheid. Vaarwel gepluimde troepen en grote oorlogen. Othello's leven is voorbij. Zo, je zit met open mond te kijken. Ja, het is een beetje, dit is uw leven of dit was uw leven. Nou, hou op zeg. Nee. Ja. Ja, het is ontzettend leuk om te zien. Ja. Ja. Ik bedoel, om uitgenodigd te zijn om hier vanavond als gastcurator een paar mensen te tonen waar ik fan van ben, gaat te ver, maar die ik bewonder. Ja. En om zelf in de belangstelling te staan. We zetten jou even het zonnetje natuurlijk. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. 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 En de laatste rol die we net zagen was van Othello. En dat was een belangrijke rol, vertel je. Othello is mijn dierbaarste rol. Ja, vind ik lastig, maar laten we maar zeggen Othello toch. Omdat Othello mijn terugkeer bij Toneelgroep Amsterdam was. Ik was daar in 1999 vertrokken om televisieavonturen te gaan beleven. Daar heb ik veel lol beleefd, maar ik kwam erachter dat ik dat niet kon. Nou. Dus nee, laten we het daar nog niet over hebben. Ik kon het niet. Maar ik kijk er met geen enkele bitterheid op terug. En toen dacht ik, toen ik ontslag had genomen, of beter gezegd ontslagen was door de varen, wat wilde ik nou? Acteur worden. Ja. Daar ga ik me nu op richten. Ik was jarenlang altijd met die twee dingen bezig geweest. Ivo van Hoven, die toen de artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam was geworden, hoorde dat ik vrij was, vroeg me terug. En na één eerste voorstelling waarin ik speelde, een kleine zaalvoorstelling, kwam Othello. En dat werd een enorm succes voor het gezelschap, voor Ivo.
En voor mij. Mm-hmm. En de andere acteurs. En het gaf mij meteen het zelfvertrouwen dat ik nodig had. En de gedachte van, ja, dit kan ik. Hier ga ik me nu de rest van mijn leven op richten. De ontwikkeling van dat talent. En dat heb ik gedaan. En dat doe je nog steeds? Ja. Ja, want je bent straks weer een van de eerste die op de plank staat, hè, voor Internationaal Theater Amsterdam. ITA heet het tegenwoordig. Ja. Daar gaan we het straks ook over hebben. Over die monoloog. Heel even nog iets van Ivo van Hoofd. Want dat typeerde mij. Hij beschrijft jou in een interview in Vrij Nederland. En ik begreep die omschrijving wel. Als Hans opkomt, hangt er direct iets in de lucht. Er zit een gevaar in hem. En dan niet zozeer in de zin van geweld, maar meer in de zin van spanning. En ik las dat en dacht, ja, dat is nou precies ook hoe ik het persoonlijk ervaar als ik jou zie. Je bent een soort van gigantische grote verschijning. Je kan klein spelen en heel kwetsbaar, maar ook zo'n gevaarlijke man spelen. Ik begreep dat het in de lucht hangt, niet dat je een onaardige man dan wordt. Maar die spanning, dat begrijp... Hoe bedoel je, ik begrijp dat het in de lucht hangt dat je een onaardige... Nou, nee, ik begrijp de spanning die jij op dat toneel weet te creëren. Ja. Van, daar gaat iets gebeuren. Mm. Dat. Ja. Dat begrijp ik heel erg. Oké, ja. Dus ik hoop nog heel veel van je te genieten. Dat hoop ik ook, ja. En het wonderlijke is dat ik mezelf niet ervaar als een enorme grote persoon. Ik sta altijd verbaasd als ik foto's zie van toneelstukken van ITA of me bij Applaus tussen de andere acteurs die staan, wat een grote vent ik ben. Maar zelf, ja, weet je dat niet toch eigenlijk? Althans, ik weet wel dat ik een grote man ben, maar ik denk niet van, hier komt de grote gestalte van Hans Kesting op. Ja. En hoe is dat dan om te zien als je al die kleine fragmentjes van jouw werk ziet? Ja, leuk natuurlijk, ja. Ik bedoel, toneel op televisie is altijd iets waar ik van schrik, maar ja. Om zo'n korte compilatie vind ik het heel erg leuk. Ja.